Oh, gaan ze allemaal, als ik wil beginnen met de video, gaan ze allemaal irritant doen. Hallo jongens en meisjes, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan wij Fortnite Creators spelen. Iets nieuws wat vanaf seizoen 7 in de game zit. En dit is eigenlijk gewoon... Ach, kijk hem dan. Dan zie je die man daar rechts achter in de hoek. Die wil heel graag de Battle Pass. Maar hij heeft geen geld, jongens. En dit is eigenlijk gewoon een soort van playground, maar dan nog iets verder. Dus je kan nog meer dan in playground kan je hierin. En we hebben al een soort van map van een kijker hierin. Kippy Tag, misschien kennen jullie hem al, maar hij is een trouwe kijker volgens mij ook wel. Die heeft iets voor ons gemaakt. We gaan hem zo meteen spreken. We gaan kijken hoe we op zijn eiland kunnen komen, want het is allemaal niet eens zo heel makkelijk. We zitten in ieder geval in een party en zij zijn al ready. En ik ga nu ook op ready drukken en dan kan ik allemaal vrienden zien die een eiland hebben. Ik ga hier eventjes de server joinen, launch. En dan gaan we eens even kijken naar ons mooie wereldje. Hou nou eens op met dat dansen. Daar zijn we dan op het eiland. Op het lobby eilandje. Ik mis alleen nog één iemand volgens mij. Waar is Poes? Poes is nog niet ingeladen. Daar is hij. Oké. Daar is hij. Hey, Poes! En je kan dus met 16 man kan je hier joinen. En je kan naar elk eiland kan je hier toe gaan. Maar deze keer heeft Kippy Tag dus iets gemaakt. En daar gaan we naartoe. Hier staat Kippy Tag. Oké, mogen we naar je eiland, Kippy Tag? Ja, hij is nog aan het laden. Oh. Hey, het eiland is er. Let's go naar zijn eilandje. Relocating. En dan zien we wat hij heeft gemaakt. Ik ben heel benieuwd. En het is... hij is in het inladen. En wat gebeurt er met mij? Oh, ik vlieg heel gek. Ik weet niet wat er gebeurt. En in één keer heb ik een glide... game? Wat? Game? Dit klopt niet helemaal volgens mij. Maar we zijn hier in dit dingetje. En hij heeft een gamepje gemaakt. Waar moeten we alvast klaar gaan staan? En dan kan je daar onze, de game even uit gaan leggen. Kom hier. Oké, we komen al. Kom hier. Oké. Iets tonen. Je wil me iets laten zien. Ja, maar we moeten eerst eventjes... Kijk daar boven op de berg. Ziet je die M, hè? Dat is een hele mooie M. Wat is daarmee? Weet je wat dat wil zeggen? Nee. Dat is de M van... Mike de Battle Pass. De M van Mike de Battle Pass. Hij verdwijnt. Wat? Hoe kan dat? Oh, dat is leerlijk. Hoe kan dat? We staan allemaal hier en hij verdwijnt ineens. Oké, dit ben vind ik dat aan het doen nog. Ben jij dat aan het doen met het... van een afstand. Dat is gek. Oké, we moeten allemaal hier beneden gaan staan. En dan denk ik dat je onze permissions weg moet halen. Zodat jij... Hou nou eens op. Kom al eens hier even klaarstaan. Dan moet hij onze permissions weghalen. En dan kan hij uitleggen wat hij voor ons heeft gemaakt. En dit is dus eigenlijk de allereerste map van een kijker. En als jullie misschien ook een map hebben... stuur een screenshot van de map naar mij toe. Stuur het idee van de map naar mij toe. Met jouw Fortnite naam en jouw Discord naam. En wie weet kan jij een keertje... Of kunnen wij een keertje jouw map gaan spelen. Zou heel erg tof zijn. Oké, ik kan niet meer vliegen in ieder geval. En Kippy Tag, ga lekker voor ons staan en het woord is aan jou. Jij mag uitleggen wat je hebt gemaakt en wat de bedoeling is van dit. Jullie moeten hier zometeen 2 minuten in de doolhof zoeken naar wapens die je zometeen kunt gebruiken om in de arena. Oh my. En jij wil een battle pass? Ik wist niet eens dat dat kon. Je hebt 2 minuten om te zoeken naar wapens. Na de 2 minuten gaan jullie naar de arena, gaan jullie vechten. En wie als eerst 10 kills heeft, die heeft gewonnen. Oké, dus hij heeft een best wel simpel minigamepje gemaakt. Maar dit voorstukje is wel een hele leuke wending eraan. We moeten dus in de 2 minuten de tijd hebben. Daar staat een timer. Die gaat hij waarschijnlijk zo activeren. 2 minuten de tijd om wapens te zoeken. En zodra die timer voorbij is, gaan we naar de arena. En degene die als eerste 10 kills heeft, heeft gewonnen. Ik hoop trouwens wel dat inventory keep inventory aanstaat dan. Ja, zodra de timer start, dan kunnen we gaan lopen, denk ik. Dus wanneer ik klaar... Niraj, waarom sta je nou vooraan? Niraj! Dat ik... geen battle pass heb. Hou nou eens op. Oké, je mag beginnen wanneer je er klaar voor bent, Kippy Tag. Dan kunnen we gaan lopen. 3, 2, 1, go. Ja, kan er niet door. Helaas. Beetje stomme battle pass hoofd. Ga weg. Oké. Ik heb geen battle pass. Ik kan ook geen hoofd hebben ervan. Je hebt wel een hoofd van een battle pass. Oké, hier is een kist. Open. Waarom duurt het zo duurt lang? Jeetje. Ik heb 1 pistooltje maar. Met 16 kogeltjes. Ik heb maar 6 kogels. Oh, hier nog een kist. Ja, het is alleen met de demo dus. Oké, ik heb nog een wapentje. Oké, ik heb 2 wapentjes. Hey, hier is iemand. Heeft Niraj nog geen wapens? Wat is dat nou? Jawel, maar ik kan ze alleen nog niet tonen. Oh, oké, dat is slim, Zie je die mooie skin trouwens op mijn wapen? Dat is van de Battle Pass. Nee. Deze kant op, misschien is... Hier... Nee, niet elkaar vermoorden, jongens. Dit is zijn... gedisqualificeerd. Kai heeft mijn kist gestolen. Oh, wacht, die wapens hebben allemaal unlimited kogels. Ik zie het nu pas. Ja. Wauw. Oh, dat is chill. Oké, ik kan niks meer vinden. Volgens mij, hoeveel tijd hebben we nog over? Ik zie op de timer nog 39 seconden. Oké. Krijg het helemaal niet. Hey, waar is Niraj trouwens? Niraj, ja, waar ben je ergens? Dat is een doolhof op een of andere manier. Jeetje! Alarm! De tijd is voorbij. We moeten daar naar boven, denk ik. Maar hoe komen we daar boven?
Ja, en hoe raak je dankzij uitgang al. Oh, ja, dat maakt niet uit. Is dat letterlijk een uitgang? Oh, hey, je hebt een uitgang gemaakt. Sorry. We hebben allemaal wapens, maar ik ben benieuwd wat voor wapens iedereen heeft. Wat heb jij eigenlijk? Dit is volgens mij Ikai. Wat voor wapens heb jij? Ik zie dat jij zo'n six-shooter revolvertje hebt, maar heb je nog meer? Dit is een... Wat is dit? Een heavy AR. Heavy AR? Wat heb je nog meer? Is dit het enige wat je hebt? Of... Ook dat nog! Een thermoscope. En nog meer? Nee, dat was nee, toch? Oké, dat was het. En wat heb jij, Poes? Je hebt een sniper, zie ik. Een bolt sniper. En deze. Ja. En een deagle. En wat heb jij in die reis eigenlijk? Ik heb dance moves. Ja, jongen. Jij bent je stomme ding. Wat heb je nog meer? Ik heb een compact SMG. Is dat het enige wat je hebt? Ja, en een pickaxe. Heel veel succes. Ik heb ook niet hele fijne wapens. Ik heb dus een silenced pistol en ik heb zo'n deagle met een hele mooie skins erop. Zie je dat? Kijk die skins. Oké, we gaan dus kills maken. De eerste die 10 kills heeft gemaakt, die heeft gewonnen. En de kip houdt alle punten bij, dus die moet zijn handjes bij het pennetje houden. Dus we gaan lekker beginnen. Als we erin springen, kunnen we beginnen met schieten. Dus ik denk dat we kunnen beginnen, toch? 3, 2, 1 en spring in de baan. Op. Oké. Maar ik kan niet doen. Ik had op die raasje geschoten. Oh, headshot. Kai en ik hebben al een punt. Oké. En... Kai. Nee! Oh, dit was zo close. Wat, je moet wel van in de arena gaan als je gaat schieten. Hij was aan spawn campen. Jij ook. Oh, jongens, stelletje vals spelers. Kleine kinderen. Ja, jongens. Oh, come on. Hoe moeilijk kan het zijn? Echt, oké, ik wou zeggen. Ik heb weer een kill. Nee. Ja, Kai is ook down. Hoor hem dan spammen. Met dat SMG'tje, dat is echt het naaste wat je kan hebben in deze map. Ja, ik kan niet. Ik heb een van de fijnste wapens, denk ik. Oké, ik weet niet hoeveel kills ik nu heb. Oké. 4. Ah, kom op. Nee, die deagle. Wat, Kai is het winnen? Nee, hoeveel kills heb je? Dit is gelijk. Gelijk? Nee, ik kan niets met dat wapen. Ah, kom op. Nee! Nee! Oh, nee. Oeh. Waar is hij? Oh, nee. Kom op. Nee! Nee! Oh, deze game, jongens. Heel fijn. De eerste kill. Nee, maar ik heb al de eerste kill van de... Oh, ik ben van de baan afgevallen. Oké, ik kan bouwen. Ik kan niet bouwen. Wat is dit nou? Hoppatee. Oh ja, allemaal op mee, hè. Ja, maar jij bent het makkelijkste kill. Kom op. Hoe moeilijk kan het zijn? Iedereen komt met ook op mee, hè. Ja! Boop, boop, boop. Ja, ik ben ook dood, maar ik heb wel een kill. Wow. Waar gaat het om? Nog een kill. We hebben hier. Hey, Mirage, valsspeler. Die staat gewoon de rand te spelen. Mirage is echt een loser, hoor. Jongen, jongen. Nee, ik heb de battle pass niet. Bam. Ah, Kai is veel te goed bezig, man. Hij heeft ook hele fijne wapens gewoon, met een heavy AR of zo. Wil ik ook wel. Wat? Wat? Dat mag je helemaal niet zeggen, volgens mij. Nee. Sapperstuur. Wat? Sapperstuur? Ja hoor, hoeveel kills heb ik ondertussen? Volgens mij best wel veel. Ja, ik heb wel wat. Oh. Hou nou eens op met die woorden. 9. Oh, ik hoef nog maar 1 kill! Bam. Ah! Hoeveel heeft Kai? Kai met ook nog 1 kill. Oh! Nee. Laden. Kom op, oké. Okay. Kom op. Ja! Nee! Ja! Maar ik heb gewonnen. Ik heb 10 kills, ik heb gewonnen, jongens. Oké. Ik vind het tof, jongens. Hele leuke minigame is dit. Oké, Niraj is daar nog allemaal irritant aan het doen met zijn SMG. Ik heb even een headshotje gemaakt en nu houdt hij zijn mond wel dicht. Deze map was wel lachen. We hebben natuurlijk eerst wapens moeten zoeken en dat heeft eigenlijk alles bepaald. Want ja, ik had wel fijne wapens, vond ik. Ik had een legendary deagle dus. Die was sterk en daar kon ik iedereen in één keer mee killen. Ja, het lukt niet altijd in één keer zoals je ziet. Maar dan kan ik switchen naar mijn andere wapentje en dan kan ik hem daarmee
even afmaken. Dat was dus de allereerste Fortnite Creator video. Ik heb genoten. Misschien kunnen we de volgende keer echt een hele mooie map maken met nog iets heel geks erin. Dit was echt een hele toffe map in ieder geval. Hij heeft een kerstboom zelf gemaakt zoals je ziet met kerstballen erin. Maar dat zijn natuurlijk geen kerstballen, dat zijn gewoon blokjes. Maar ja, je hebt niet heel veel opties hierin. Superleuke map in ieder geval. Kippitek, bedankt voor het maken van deze map. Bedankt voor het regelen van dit. En natuurlijk heeft de pro gewonnen en de loser die hier staat met zijn... Ja, wat is dit nou weer? Oh, hij gaat er vandoor. Hij gaat van het eiland al springen. Doei, doei, doei. Jongens, laat een like achter, abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer.